iets af gaan maken. Dit is episode 40. Yay! Bij episode 50 komt er een special. Want ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel veel zin om te recorden. Ik weet het, sorry. Maar ja, ik ga even dat gebouw daar afmaken. Want ja, dat moet ook een keer afgemaakt worden. En ja, dan ben ik daar ook weer mee klaar. Oh shit, daar kan ik niet bij natuurlijk. Zo wel. Ik weet niet of ik genoeg heb. Ik hoop natuurlijk wel. Maar ja, het zou wel. Oh, en ik heb trouwens jullie gevraagd de vorige episodes. Of ik mocht cheaten met die mobspanner. En veel van jullie. Ja, veel van jullie. 3 reacties in totaal. En waren er 2 die zeiden nee, dat mag niet. Of nee, 1 die zei dat mag niet. En 2 of 3 van wel. Dus ja, dat ga ik gewoon doen. Ik ga gewoon even cheaten. Ik ga gewoon. De mobspanner ga ik zelf met de spullen die ik zelf heb maken. Maar ik zet er gewoon een extra spanner bij. Omdat het anders zo lang duurt voordat je echt ja, level 30 bent. En ja, daar heb ik allemaal geen zin in om zo lang te wachten. En ja, dat is ook leuker voor jullie. Want dan heb ik sneller betere chance. En dan kan ik ook grotere projecten gaan bouwen en zo. En ja, ik denk. Ja, het is misschien ook makkelijk voor jullie, weet je wel. Dus. Ik ga dit ding even afbouwen. Als het gaat lukken. En dan voor de episode 40. Ja, ik ben net met huiswerk bezig geweest. Blech. Echt waar, dat is zo saai huiswerk. Dus ja, ik moet nog even in de game mode komen. Ik maak er gewoon een vierkant gebouw van. Hoor. Ik ga er niks speciaals hierbij doen. Als ik genoeg heb in ieder geval. En anders maak ik het een andere keer af als ik genoeg spulletjes heb. Om het af te maken, dan maak ik hem af. Zo. Zo. Ik heb trouwens Apply for Partner gedaan bij Social Blade. Net nog een keer gedaan, want ik mocht op een of andere manier niet partner worden vanwege mijn video views. Waar eigenlijk helemaal niks op slaat, want ik heb meer total views dan iemand die er pas partner bij geworden is. Maar dat komt omdat ik zeg maar al vanaf april mijn account al bestaat. Alleen ik heb nog niet van april af geüpload. Omdat ik eerst geld nodig had voor een andere computer. Voor een betere computer, voor een laptop. Ik heb een laptop namelijk. En daar had ik dus eerst geld voor nodig. Maar ik wou per se deze naam. En ik vond deze naam, ik denk, die wil ik gewoon hebben. Dus toen heb ik gewoon meteen, oké, ik heb niet genoeg, dat zie ik nu al. Toen heb ik dus meteen gewoon het account aangemaakt. En hier ga ik een torch plaatsen. Want anders dan spant er straks een spider of zo. En toen heb ik meteen het account aangemaakt. En nu zeggen ze dus van ja, je hebt niet genoeg video views. Ja, dat klopt. Ik heb er 6.000 als het goed is. Bijna 6.000. Alleen ja, dat gaat dan per maand. En ja, ik heb nog niet genoeg video views voor die maand. Oh, en ik wil trouwens zeggen, ik had net een faal episode geüpload. En toen kwam ik achter van, fuck, het is episode 40. Maar ik heb 1 van de 3 challenges die ik voor jullie heb gedaan, heb ik gehad. Dat was maak 2 iron golems. Verder heb ik nog als challenge, ga een monster spawnen maken. Of maak een geheime redstone kelder. Oh ja, en daar heb ik nog reacties van gehad. Ja, dit is 1, 2... En 3, de combinatie. Ik wil jullie even vragen om nog een keer terug naar die in de video te gaan. Nog een keer even zeggen. Ik heb pas 3 stemmen gehad. En ja, ik wil eigenlijk meer stemmen dan 3. Voorlopig staat 1 voorop. dat klinkt eigenlijk best raar. Hey, ik heb hier nog stone bricks. Nice. Heb ik nog smooth stone ergens? Smooth stone. Smooth. Ja, zo is het toch goed. Zo. Oh, oh. Ja, dat is goed zo. Ik denk dat dit wel genoeg moet zijn. En dan maak ik even gewoon dit gebouwtje af. En dan ben ik daar ook weer mee klaar. En dan ga ik hem offline misschien nog een keer mooier maken. Ik moet nog steeds een mobspanner nog een keer maken offline. Want die was weggegaan. Althans, die XP grinder. De mobspanner wil ik ook nog gaan maken. Dat is een andere challenge. Die ga ik nu nog niet doen. Ik ga nu niet te veel doen. Kijk, mijn viewers nog steeds naar de kloten. Ik hoop dat in 1.4 gefixt is. Met een nieuwe update, zeg maar. Want ja, het komt omdat ik Optifine en Faithful bij elkaar heb. En die twee willen niet met elkaar samenwerken op een of andere manier. En met andere texture packs wil Optifine eigenlijk ook niks te maken hebben. En dat is echt gewoon zwaar kloten. Behalve default. En als ik default doe, ja, dat vind ik niet leuk. Dus ja, daarom heb ik eigenlijk tegen mijn eigen gezegd. Dan nog maar eventjes dat stom vuur. Straks met de 1.4 update hoop ik dat de
op die fine en zo wel staan. Wat de fuck is dit? Gast! Ik val bijna tot de dood. Dus Tom Spinier hier is wel one hit. Dit zwaard. Dat is echt nice. Stomme spider. Ja, die skeleton gaat er ook nog eens even. Ik ga daar eerst even slapen, denk ik. Dat is misschien wel makkelijk. Haha! Oh, haha! Zo. En natuurlijk verlichten, want anders gaan hier allemaal dingen opspannen. En dat wil ik niet. Nou, even gaan snel slapen. Het wordt niet een te lange episode. Kijk, mijn huisje wordt steeds groter. Ik wil eigenlijk heel, heel groot uit gaan breiden, mijn huis allemaal. En dan, ja. Gewoon aan het einde van deze serie. Althans, seizoen 1. Een heel mooi huisje hebben. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Toch? Ja, toch? Dat is altijd. Dan ben je ver en heb je mooie dingen gebouwd. En dan begin je weer gewoon opnieuw. Ja, waarom niet? Oké, wat ik deze episode wil doen, weet ik absoluut niet. Ja, ik weet echt niet wat ik wil gaan doen. Ik weet echt niet wat ik kan gaan doen. Ja, misschien dat ik misschien eventjes ga caven. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik weet niet of jullie dat leuk vinden als ik ga caven. Ik zelf vind het wel leuk om te caven. Dus dat scheelt ook weer. Moet ik wel eens toortjes hebben? Oh, hier heb ik nog toortjes. Ik ga even caven, denk ik. Ja, ik ga gewoon caven omdat ik het leuk vind. Map. Die hou ik wel. Ik heb cobblestone nodig. Een beetje. Die neem ik altijd mee. Halve stack cobblestone. En een bucket of water. Hier ook. Ep. En de axe kan weg. Axe. Zo. Ga maar hier. Dan kan alles eentje opschuiven. Zo. Behalve deze. Die hou ik altijd hier. Verder moet ik nog cooked beef. Nog een paar meenemen. Ja, zo is goed. 22. Maar ga ik gewoon eventjes caven nog een episode. En dan... ja, daar ga ik binnenkort ook meer doen. En ik wil binnenkort ook beginnen aan zeg maar een eigen village dorpje. Hier dicht in de buurt. Met allemaal villages die daar ver, ver... Kijk maar hier ergens in de desert. Waar ik nu heen kijk. Tegen plains aan is een village. En die wil ik eigenlijk transporteren hierheen. En dan wil ik een mooie village gaan maken. En iemand heeft iets gezegd op Skype en mijn mobiel zitten knipperen van... Hey, hallo, vrienden. Het kan allemaal wel, maar ik wil een cave zoeken en dan ga ik caven. Zoals ik al zei, deze episode wordt niet te lang. Oh, ik heb trouwens een leuke challenges gekregen bij mijn Tacket. Ik ga de Ender Dragon verslaan. Blijkbaar zijn het in Tacket zijn er blijkbaar 10 Ender Dragons, zegt hij. Ik weet niet of we dat ooit kunnen halen, maar... maak 3 red matter blocks en maak een diamond factory en weet ik veel wat hij allemaal zei. Ik ga het met Steiny Man over hebben en dan gaan we kijken. Wat? Ik ben Steve. Huh? Nee! Hoezo ben ik Steve? Wat slaat op? Dat is niet chill. Nou, ik hoop dat de volgende episode wordt gefixt voor jullie. Oh fuck, ik ben Steve. Ik ben niet meer die slime dude. Oh, ik heb alleen silk touch pickaxe. Ik heb geen snelle pickaxe. En deze is eigenlijk een van de slechtste silk touches die ik heb. Want er zit geen inbreking op. Dus ik dacht, dan gebruik ik deze. Dan. Ja, dat is ook goed. Dus ik ga gewoon nu even alle silk touch met efficiency 4 doen. Als ik cave tegenkom, kom maar mee. Oeh! En mee kwam ik een cave tegen, maar ja, ik viel bijna dood of zo. Ah, wel een paar hartjes weg. Nou, even gezellig caven. En ja, ik weet niet of mensen dit leuk vinden als ik cave. Maar ik vind het zelf wel leuk om te caven, dus... Dat is al één pluspuntje. En ja, op Tacket hebben wij ook al best veel gecaved, zodat jullie woensdag gaan zien. Woensdag is niet dat jullie denken van, oh, de komende Tacket episode is een cave episode. Absoluut niet, want we hebben offline gecaved. Wat? Ik val de hele tijd hier naar beneden, dat is niet chill. Oh, ik dacht dat het een slime was, maar dat was niet. We hebben offline gecaved. En ja, ik weet niet, maar we hebben best veel resources. Dus wij wisten niet of jullie dat leuk vonden, dus hebben we het offline gedaan. We hebben echt heel veel resources verzameld. Oh, ik ga hier naar beneden vallen. Oh, slecht. Ben ik vergeten mij.
ben ik vergeten mijn pijlen mee te nemen. Nou, pas Kenneth is doden, dan heb ik er 3. Nou, dan kan je ook niet echt heel veel mee. Ik zal proberen om het goed te verlichten, want het is anders irritant voor jullie. Ja, ik speel nog steeds op Faithful, nog steeds mijn tactspack naar de Golemize. Door stomme Optifine. Of ja, Optifine. Het vuur is eigenlijk een beetje verneukt op mijn tekstpack. Oh, ik heb trouwens een andere tekstpack. Die vind ik trouwens echt heel leuk. Defined heet die. Ik wil weten wat jullie ervan vinden. Want ik vind hem echt... Ja, ik vind hem gewoon stoer. Kijk dan. Kijk die oors. Ik vind die oors zo stoer. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Of jullie dit leuk vinden. Als jullie dit leuk vinden, zet dan even in de reacties. Wat jullie van... Kijk, mijn vuur is nog steeds op allebei de tekstpacks gewoon verkrekt. Ja, Optifine die steunt de packs, of de patcher packs, zou ik zeggen. De texture packs niet. En daardoor krijg ik dat vuur. En ik heb het al heel vaak met FD patcher geprobeerd om te veranderen. Maar op een of andere manier wil het niet. Wow, 2 zombies, 3 skeletons, 1 creeper. Gezellig. Gezellig boel hier. Ga dood. Zo. Maar op een of andere manier wil het niet. Ja, wil het niet goed komen ermee. En daar baal ik wel van natuurlijk. Maar ik hoop gewoon in, net zoals wat ik al zei, in 1.4 dat het dan wel kan. En dan ga ik een van deze texture packs gebruiken. Of Defined of Faithful. Ja, jullie mogen zeggen welke dat jullie het mooist vinden. Ik zelf vind deze eigenlijk echt wel vet. Ik vind deze texture pack echt mooi. Maar ja, het is natuurlijk wel wat jullie ook leuk vinden. Hè? Want ik doe dit eigenlijk allemaal voor jullie, dus... Zo, even lekker caven, dat vind ik leuk om te doen. Kijk, die toortjes zien er ook best vet uit op zich. Ja, en hier ook nog meer. Coal. Ik zet even wat verlichten, want ik weet dat op YouTube altijd alles donkerder is. Ja, ik hoop dat ik binnenkort antwoord krijg dat ik wel... Ja, dat ik wel partner mag worden met Social Blade. En als dat is, ja, dan ben ik gewoon sowieso blij. Want dan kan ik een, mijn channel banner, dan kan ik thumbnails gaan toevoegen. En daar wordt mijn kanaal eigenlijk alleen maar beter van. Ik doe het echt niet voor het geld ofzo, want ik ga echt helemaal niet veel verdienen ofzo. Maar als ik een beetje mee... Diamonds, yes! Woehoe, diamonds! Woe! Maar als ik een beetje mee ga verdienen, gaat het toch allemaal het kanaal in. Allemaal... Oeh, dat klonk echt heel slecht. Dan ga ik allemaal besteden aan het YouTube kanaal. Oh, dit zwaard. Oh, ik hou van dit zwaard. Ik ben inmiddels al de textpack faal al gewend hoor. Dus dat vuur zie ik niet eens meer. Maar wat ik ga verdienen gaat sowieso toch ja, worden besteed aan het kanaal zelf. Zoals giveaways of een keer een betere headset. Trouwens, een betere headset hoeft niet eens. Het is echt een goede headset, vind ik. Maar bijvoorbeeld een keer een intro. Best goede intro waar je voor moet betalen. Dat ga ik dan gewoon ja kopen dan. Hè? Want ja, je moet ervoor betalen voor goede intro's bij van professionele YouTubers. Die vragen daar geld voor. En ja, misschien dat ik dat ooit kan doen. En ja, het is niet veel geld als ze ervoor vragen. En ik ga ook absoluut niet veel verdienen als ik straks partner ben. Ik mag niet praten over hoeveel, dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik wil er niet zeggen, ze zijn echt absoluut niet, als mensen denken, honderden euro's per dag of honderden euro's per maand. Dat is allemaal één grote onzin, dat is echt niet waar. En je doet het, dit kanaal, dat is eigenlijk ook niet voor hoofdzaak voor het geld. Kijk, als ik een beetje geld mee kan verdienen, is het mooi meegenomen dat ik dat in het kanaal kan besteden. Maar ik doe het eigenlijk gewoon voor de lol. En als je partner bent, kan je gewoon veel meer dingen, zo ook zoals via YouTube direct livestreamen. Ja, dat... Als ik eenmaal partner ben, dan ga ik er veel meer profijt van hebben van de hele YouTube gebeuren. En dan wordt het ook gewoon leuker. Toch? En ook leuker voor jullie. Niet alleen voor mij, maar ook gewoon voor jullie. Dus ja, ik hoop echt dat ze mij accepteren nu. Want ze hebben mij niet geaccepteerd, waar ik eigenlijk echt heel stom verbaasd van was. Want iemand die ik ken, Steinyman namelijk, die is pas partner geworden en heeft minder total views dan mij. Maar ja, dat lag dus aan dat ik het account al langer bestaat dan dat ik upload. Daar ligt het aan. Dus ja, jammer. Maar als ik geen partner kan worden, dan baal ik daar natuurlijk wel van. Gewoon voor al die opties die je meer kan. Dat is toch geweldig. Kan je gewoon HD livestreamen op YouTube zelf. Gewoon awesome. Moet ik wel uitzoeken hoe dat allemaal moet en zo. Dat wel natuurlijk, maar...
Ja. 40, 40 subs. Dit is de 40, 40ste episode van mijn. Ja, voor mijn Let's Play van Minecraft eigenlijk al. Al 40. Dat gaat snel hoor. Het gaat echt snel. Voor je het weet zitten we straks aan de 100. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon, ik vind het nog steeds leuk om te doen. En daar gaat het eigenlijk voornamelijk over. Toch? Zolang je het leuk vindt, is het toch goed dat je het blijft uploaden. Vind ik. Ik doe ook alleen spellen die ik leuk vind op mijn kanaal. Hoor. Als ik een spel niet leuk vind, dan ga ik hem ook echt niet spelen. Dan wordt alleen maar slecht commentaar, toch? Ja, ik vind dat ik gewoon gelijk heb. Even kijken, is er nu nog een gang? Nee, dit is het. Nou, wel meer caven. Kijk, ik vind echt gewoon... Toen net ook, hè, vond ik gewoon diamonds. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet op zoek ben naar diamonds. Ik ben niet echt... Ik ben nu gewoon aan het caven naar alle resources. En toen vond ik gewoon in één keer random diamonds. Kijk, daar ben ik toch wel heel blij mee natuurlijk, maar... Het is niet zo dat ik er nu echt naar zoek. Kijk, maar ik neem gewoon alles mee in plaats van... Alleen de diamonds. Ik wil gewoon wat resources erbij hebben. Oh, een slime. Wat mooi. Oh, geweldig. We zitten hier in een slime chunk, jongens. Boom. Blaas het hem op, jongen. Oh, we zitten hier in een slime chunk. Waar is de slime? Hè? Huh? Waar is de slime heen? Slime, slime. Waar is die slime heen? Was dat een slime faal of zo? Dat hij hier eigenlijk niet hoort. Ik heb hem niet gehit of zo, maar hij is in één keer weg. Hoort die. Was er zo'n glitchende mop, weet je wel? Dat hij eigenlijk boven zat of zo. Ik kan hem eigenlijk nog wel killen. Ik wil eigenlijk die slimebals wel hebben, maar. Hallo, creeper! Boom. Nee, natuurlijk niet, boom. Oh, maar zit hij wel in een slime chunk dus? Want ik vond wel een slime. Maar. Of was dat een faal van de game? Want hij is in één keer weg. Wat slaat er op? Nou, ik koop slime. Oh, wacht. Ik heb hem gekillt. Per ongeluk dan. Want ik heb wel een slimebal. Nee, fuck. Die pak alles weer terug op. Want ik heb wel een slimebal namelijk. Maar. Dan heb ik hem gekillt zonder dat ik het zelf wist. Dat kan natuurlijk ook. Ha, lol. Maar goed, we zitten hier wel in een slime junk. Dat is wel nice. Dus. Dan als ik hier even rond blijf hangen spannen, daar heb ik misschien nog meer slimes. Dat is misschien ook wel mooi. Hier ergens was dat, hè? Even coördinaten zo. Bloep. Kijk mijn coördinaten. Zo. Dan kan ik altijd terugvinden, want het staat nu op video. Oh, hier ben ik al geweest, dat weet ik toevallig. Eda. Ham nam 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 nam. Oh, ik blijf de rest van de episode op deze texture pack spelen. En dan mogen jullie zeggen of je hem wel of niet mooi vindt. Hij heet Defined. Als je hem zelf wilt gebruiken, kan je gewoon opzoeken op YouTube. How to install texture pack Defined. En dan krijg je gewoon een tutorial met de texture pack link. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Zo kan iedereen hem downloaden. Zo heb ik hem eigenlijk ook gedownload. Want ja, ik wou eigenlijk een mooie texture pack. En toen zag ik bij een video van iemand deze texture pack. En toen dacht ik van... Misschien is dat wel een leuke texture pack. En toen heb ik hem bekeken en toen vond ik hem eigenlijk best leuk om zelf ook te gaan gebruiken. Hele mond vol. Cold! Haha! Nou, ik kan hier nog niet naar beneden. Ik wou dat gold nog hebben. Terug omhoog. Nee. Pff, ja, laat maar. Ik ga wel naar beneden. Laat maar. Oh, ik denk hier stopt het, maar dat valt nog mee. Oh, het stopt hier wel. Moet ik eens nog terug naar boven? Hey, what the fuck? Oh, moet ik helemaal terug naar boven klimmen? Ik ben aan level 8, alleen door het caven, moet je zien. Alleen door de monsters killen in de caves. Dat is, cave is nu echt mijn favoriete bezigheid om level up te gaan. Het is niet het snelste, natuurlijk niet, maar het is wel het makkelijkste. Of ja, makkelijkst ook niet, maar wel het leukst, vind ik. Ik vind het echt leuk. Deze kant op. Hier komen we net vandaan, hier was het gold, zie je wel? Hallo, gold. Oh, we zijn maar twee stukjes. Minder. Dus ja, laat me weten wat jullie van deze texture pack vinden en dan... Ga ik hem misschien terugzetten op Fateful als je hem niet leuk vindt. Of ik laat hem hierop staan.
Zo cool. Kijk, het gaat snel met deze pickaxe, dat is mooi. Zo. Oh, lapis. Lapis. Het is niet echt dat je er iets aan hebt, maar het is wel gewoon leuk. Wisten jullie trouwens dat... Ik hoorde een NMN. Wisten jullie trouwens dat lapis echt bestaat? Dat het echt de oor is? Het is echt waar, het bestaat echt. Ik dacht altijd dat ze het gewoon verzonnen hadden, maar... Wij kregen laatst op Nederlands kregen we een luistertoets, een luisterkijktoets en videofragmenten. En toen was er een gast die maakte een ring met mineraal lapis. Of mineraal, met edelsteen lapis lazuli. En toen dacht ik echt van, wat? En toen zag je alle mensen van onze klas die Minecraft speelden echt zo elkaar aankijken van... dat is echt! En we zaten echt zo stom verbaasd. Hey, gek! Dus normaal man, je duikt maar bijna lava in. Ik hoorde een creeper bijna ontploffen. Maar we zaten echt elkaar aan te kijken van... Ik wist helemaal niet dat het echt was. Dat wisten we echt allemaal niet. Maar het is dus blijkbaar een echte mineraal. Een mineraal. Ik wil het geen mineraal noemen. Ja, een echte edelsteen. Dat is het. Dus ja, we zaten echt te kijken van... Wat? Mooi. Oh, hier nog meer lapis. Maar ja, ze maakte dus een ring uit lapis. En dan zat ik echt van te kijken van... Oh? Dat wisten wij helemaal niet. Nou, ik denk dat is even een leuk nieuwtje om jullie ook te laten weten. Misschien wel grappig om te weten. Weet ik veel. Ik moet ook video volpraten, dus... Nou, 9 van de 10 keer is dat met gewoon pure onzin, maar... Ja, je moet toch iets hebben, hè? Ik vind dat ik trouwens deze video trouwens goed, vrij goed verlicht qua cave. Want normaal doe ik dat helemaal niet en dat maakt me echt helemaal niet uit. Alleen ja, nu moet ik dat wel doen, want ja, nu doe ik het onscreen. Oh, ga ik nog missen ook. Ik denk, doe ik even zo'n attack, weet je wel, zo'n van bovenaf zo. Ah, critical hit, alleen toen miste ik. Waar zijn nou die zombies toch? Oh, zou die hierboven zitten? Oh, is gek. Ja, die zitten hierboven. Net zoals de skeletons. Dan ga ik even een mooi padje naar boven maken. En dan word ik daar naar beneden geschoten door een skeleton. Zie je? Hoe wist ik het toch? En dan word ik daar nog een keer geschoten, zie je? En nog een keer, tuurlijk. Flik nou eens op, man, skeleton. Je valt dood. Is hij dood toevallig? Yes, die is dood toevallig. Oeh, dat klinkt eigenlijk best wel lomp. Het spijt me. Dat is niet netjes van me. Nou, hij valde mij aan, dus dan mag het. Hier ben ik allemaal al geweest, maar ik neem niet al het kool mee. Want ja, kool heb ik toch al heel veel. Nou, ik wou eigenlijk critical, maar het kwam er niet echt van. Kan ik hier nu naar boven? Nee, ik kan hier niet meer naar boven. Ja, ik kan daar nog heen, maar niet dat ik echt nog iets zou... te vinden zou zijn. Nou, ik neem de kool ook nog even mee en het iron dat ik daar nog zie. Oh, en ik heb nog een vraagje. Die mobspanner. Iemand had gezegd, challenge mobspanner. Wil je zo'n mobspanner, weet je wel, zo'n paal met zo'n bak eraan? Of wil je gewoon de mobspanner die ik laatst had gemaakt, die XP grinder? Of wat wil je voor mobspanner? Dat wil ik eigenlijk wel weten, want dan... Ja, dan weet ik dat als ik dat een keer ga maken. Niet dat ik straks een foute mobspanner maak, zodat je iets heel anders bedoelt dan dat ik heb gemaakt. Dat is ook niks. Zou ook niet leuk zijn, hè? Oh, kijk al de XP hier liggen. Zijn we van die skeletons en zo. Bijna levels. Bijna 1 level. Hier was die slime toen net. Daar heb ik weer een slimebal van. Daar ben ik blij mee. Slime farmers moet ik ook nog een keer gaan maken. Ik moet nog veel doen op mijn let's player. Maar ik heb er eigenlijk of nooit zin in, of ik vergeet het, of ja. Oh, nou, dan ga ik mijn little trick doen. Ik zie, ik record nu wel weer op FBS 30. Oh, lol, hier zit nog een stuk cave aan. Maar dat maakt niet uit. Jullie zien allemaal, denk ik wel, Minecraft linksboven, daaronder een C en daaronder een E. Nou, de E staat voor engine. Kijk. Nu staat hij op 15, dat betekent dat er 15 monsters zijn, of personen, of blokken die op de grond liggen. Maar ja, aangezien dat hij boven me geen blokken zouden liggen, neem ik dus aan dat het gewoon monsters zijn. Kijk hier nu recht voor me uit 12.
En zo kan je heel makkelijk caves vinden. Want waar een cave is, ja, er zijn de monsters, weet je. Dus ik moet nu ergens hierboven. Is 15. Waar, ja. Monsters zijn zeg maar in caves. En hoe hoger die E is, hoe makkelijker dat je een cave vindt. Kijk, ik ben nu bij 21. Kijk, die dingen die moet je wel eerst oppakken, anders krijg je een vals. Want ja, die blokken die tellen ook voor 1E. Dus of het is nacht buiten of zo, maar of het is hierboven gewoon een dikke cave. En nu recht voor me uit of iets omhoog. Iets omhoog is het. Sowieso vind ik altijd caves als ik in een cave ben, zeg maar. Nog steeds omhoog. Is best redelijk hoog. Die cave. Ja, ik ga nu even een stuk rechtdoor, denk ik. Zo. Nog steeds niet. Ben ik er nog steeds niet. Wat slaat er op? 15 rechtdoor. Nou, ik denk toch echt dat hier ergens een cave moet zitten. Nou, want dan snap ik er helemaal niks meer van. Want ik zie zo, ik vind zo altijd caves. En soms duurt het wel even, maar ja. Hier 16 vooruit. Dus hier ergens zou wel iets moeten zitten. Kijk, ik kijk gewoon al. Dus 19 nu nog vooruit. Wow, dit is wel ver hoor, die cave. Dat is niet normaal. Ah, ik ben er. Dus ik denk zelfs ook dat het dezelfde cave is als net. Alleen deze is nog niet ontdekt, zeg maar. Dit deel van de cave. Het is gewoon dezelfde cave, dat weet ik zeker. Maar ja, ik zou F3 even uitzetten, dat is irritant. Althans, misschien vind ik... Oh, een ravijn! Woehoe! Dit is helemaal mooi. Hier nog iets? Nee, eigenlijk niet, hè. Yes, een ravijn. Nou, zo vind ik dus altijd mijn caves eigenlijk, met dat trucje. Ik hoor echt een hele hoop zombies en ik zie er eigenlijk helemaal geen. Ik zie er echt helemaal geen, één. Hoe hoog zit ik? Op 30. Oh, dat is minder. Dat is nog ineens diamond level. Oh, ik wil hier niet in. Ik wil hieruit. Mooi. Jammer, ik vind er een ravijn alleen dan niet op diamond level, dat is minder. Zo, even als verlicht hier. Oh. Nou, cool. Kom jij eens hier? Zo, hallo Cole. Ik ben hem goed aan het verlichten, hè, jongens. Hey. Haha, dat kan maar voor jullie. Kan ik hier naar beneden? Ja, ik zou hier wel naar beneden kunnen vallen. Ah, ik wil eigenlijk op die ene blok springen, maar mijn jump faalde of zo, weet ik het. Zo. Ja, ik denk dat ik weer langzaam de rand af ga sluiten. Het is niet een hele lange episode, maar dat maakt hem niet uit. Ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik wil jullie allemaal vragen voor om, als jullie deze video leuk vonden, een groen duimpje te geven. Abonneer op mijn kanaal voor veel, veel meer. Niet alleen Minecraft, maar ook andere series zoals Uncharted en af en toe Battlefield en MW2 en Call of Duty. Wat ik trouwens ook weer een keertje op moet uploaden. Dus dat ga ik misschien donderdag doen bij de random video dag. Morgen weer Uncharted, zoals altijd op dinsdag. En ja. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan, ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Later!